Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een weekvlog. En wanneer ik dit opneem is het echt al veel later dan dat ik de weekvlog heb gefilmd. Omdat ik eerst nog even met jullie wilde kletsen. Maar als je heel veel zin hebt in de weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Hierna komen gewoon de beelden van de weekvlog zelf. Alleen ik wilde toch nog even iets met jullie bespreken. Want er is best wel lang geen weekvlog video online gekomen. Omdat ik eigenlijk ook bijna niks in de vakantie heb gefilmd. Ik was van plan om heel veel te filmen. Maar ik zat de laatste tijd niet zo lekker in mijn vel. Nu nog steeds niet helemaal. En ja, ik vind dat dan soms best wel lastig. Heel vaak verberg ik dat dan door gewoon te filmen en het gewoon te laten. En ik hoor ook niet zo heel veel over kwijt. Maar ja, ik ga ook weer verhuizen. Dus ik woon natuurlijk nu sinds een half jaar samen met vriendinnen. En ik ga weer terug naar huis. Dus dat ga je ook zien in de volgende weekvlog. Want dan ga ik mijn spullen weer verhuizen. Dus dan weten jullie dat. Voor de rest vind ik het daardoor heel erg lastig om een soort van mijn leven een beetje op orde te krijgen. En met wat ik precies wil. Dus ja, dat vind ik best wel lastig. Dus daar zit ik best wel mee te struggelen. Ja, ik weet ook nog gewoon niet zo goed wat ik met mijn YouTube wil. Omdat ik vind het nog steeds wel heel leuk. Maar ik merk gewoon dat er veel minder interactie is. Dat alles veel minder wordt bekeken. Dat is niet erg, maar dat vind ik ook wel lastig. Omdat ik dan denk dat het gewoon minder leuk is om te zien. Net zoals de vakantievideo's had ik echt heel veel tijd en moeite ingestoken. En ik merk gewoon dat er weinig mensen het leuk vinden eigenlijk. Dus dat vond ik best wel lastig. In deze video gaan jullie nog gewoon wat beelden zien van de vakantie. Wat ik heb gedaan. En ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden. En dan ja, heel veel kijkplezier. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en als je heel veel zin hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Ik heb lekker vakantie. Het is de eerste keer dat ik weer een weekvlog film na de vakantie. Maar ik heb er alsnog heel veel zin in. Ik weet eigenlijk niet waarom ik gisteren de vlog niet ben begonnen, want meestal ging ik natuurlijk op maandag. En dat zou eigenlijk ook veel handiger zijn geweest, maar ja, het maakt niet uit. Ik heb gisteren lekker wimpers laten zitten. Ik heb alleen in mijn ogen zitten wrijven hier, dus het is een beetje rood. En je kan ook 20% korting krijgen als je deze wimpers ook wil. Dus het is echt mijn favoriet tot nu toe. Dus dat is heel erg fijn. Daar laat ik ook als mijn nagels doen. In ieder geval, ik ga straks met Amber naar het strand. Heel veel zin in, want het wordt vandaag een lekkere dag in Nederland. Eindelijk, dus we gaan lekker op het strand liggen. Ik ga nu eerst eventjes ontbijten. Oké, nou, ik heb net lekker even een ontbijtje gegeten en wat YouTube-video's gekeken. En ik had ook nog een pakketje van Lovies. Toen dacht ik, ik wil dat vandaag aan. Dus dan kan ik het beter gelijk maar even openmaken. Dus dat ga ik doen. Ik moet straks ook nog even wat Barça vlogs bewerken. Want ik heb er pas één bewerkt. En volgens mij komen er drie online. En de Portugal vlogs staan nu allemaal online. Dus dat is fijn. Maar ik ga even mijn pakketje van Lovies openmaken. Ik heb deze keer geen kortingscode voor jullie. Maar ik dacht het wel leuk om even te laten zien. Ik mocht namelijk drie dingen uitzoeken. En ik vind dus dat ze echt een hele leuke nieuwe collectie hebben bij Lovies. Dus het was best wel makkelijk om dingen uit te zoeken. Als eerst namelijk, volgens mij was het geen jurkje, maar een jumpsuit. Deze, en ik vond deze wel heel erg leuk met een beetje roze. Ik zie wel dat er nu een soort van zilver touwtje doorheen zit. Of zilver draadje. En het is dus gewoon eigenlijk een broekje. En dan met lange mouwen. En dit is dan doorschijnend. Dus die is heel erg leuk. En deze was 50 euro. En die heb ik in een maatje S. Ik vond het wel lastig of ik een S of een M moest bestellen. Dan had ik nog een ander heel leuk jurkje gezien. Ik heb alleen wel een jurkje die heel erg op deze print lijkt. Maar ik vond die armen gewoon zo leuk dat ik dacht, ja, ik moet deze gewoon bestellen. Het jurkje is namelijk zelf gewoon best wel simpel. Maar op de armen heeft hij dus heel erg leuk dit. Ja, en ik vond dat er gewoon echt heel erg leuk uitzien. Ik denk wel dat je daar een riempje omheen moet. Ik heb deze ook in een maatje S besteld. Want anders wordt het misschien een beetje een zak. Maar ik vond deze mouwen gewoon echt bizar leuk. Dus dat was deze. Dat is namelijk een blauw jurkje. En dat is namelijk deze. Dit is wel echt wat een dikkere stof. Maar ik vond dit op de site er wel heel erg leuk uitzien. Het is dus een jurkje. En die heeft dus allemaal van die kleine knoopjes. En een hele mooie, ja, volgens mij noemen ze dit kobaltblauwe kleur. En ze hadden deze ook nog in andere kleuren. Maar ik vond die blauwe wel heel erg leuk. Heel erg leuk. Ik heb ook nieuwe laarzen. Dus ik dacht, nou, met deze jurkjes staan die laarzen gewoon allemaal echt heel erg leuk.
Dus dat is deze. Ik ga me nu klaarmaken voor het strand en dan ga ik allemaal ophalen. Dus dat waren de drie jurkjes van Lovie. Oké, ik ben even mijn wenkbrauwen aan het verven, dus het is echt mega heftig. Ik heb nu even één jurkje van Lovie's aan, want die ga ik vandaag aandoen als ik naar het strand ga. Oh nee, het is geen jurkje, het is een jumpsuit. Heel erg leuk. Alleen er zit dus op de achterkant een rits, die krijg ik niet dicht. Dus dat moet ik straks even aan Am vragen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Misschien wel een beetje warm voor het strand, maar... Ik heb ook nog een ander jurkje mee, dus dat komt wel goed. Ik ga nog heel even 5 minuten mijn wenkbrauwen laten intrekken en dan ga ik weg. En dan komt dat helemaal goed. Je moet zo maar kijken, echt best wel leuke foto's. Oké, nou, ik ben met Am. Oh ja, ik had mijn wenkbrauwen geverfd, maar je ziet er helemaal niks van. Want ik was ongeduldig, dus ik had na 5 minuten weer afgehaald. Ze is bij mij al helemaal zwart. Ja? Als ik dat doe, ja. Oh, maar dit is niet zulke sterke verf. Maar we zitten lekker op het strand. En we gaan lekker even lunchen. Oh, je zag jouw lint. Ziet niet uit. En dan gaan we daarna even liggen. Oké, wat gaan we nemen? Wil je echt een lunch? Helemaal back in de vlog. Eet smakelijk! Oké, Am en ik liggen op het strand. We hebben net lekker geluncht. En we liggen nu lekker hier. Ik weet eigenlijk niet hoe warm het is. Ga eens kijken. 22 of zo? Ja, maar het voelt echt veel warmer. De UV-index is 7, dat is wel echt hoog. Dus we kunnen lekker tannen. 21 zegt hij van mij. Oh ja, 21, ja. Voelt aan als... Oh, 21. Kans op regen 10%. Ja, die apps zijn toch niet heel betrouwbaar. Nee, nooit. Ja, dus we kunnen nog even tannen. Bakken en braden. Oké, dus we gaan nu nog even zonnen en dan moet ik vanavond werken. Zin in. We kunnen... Let's go! Het is inmiddels alweer 6 uur en ik moet nu werken. Was vandaag echt super gezellig met Am. We hadden nog even een ijs gegeten op het strand. En we hadden dus lekker geluncht en de hele dag op het strand gelegen. Ik hoop dat ik een beetje bruin ben geworden. Maar ik heb een beetje het gevoel, op zich ben ik best bruin nog van vakantie. Maar dat lijkt wel of ik niet bruiner word. Maar dat zal denk ik gewoon, als ik vanavond lekker onder de douche sta, dat dat allemaal beter is. Ik moest een beetje haasten, want ik moet dus nu werken. En daarom heb ik nu ook weer dit shirt aan, omdat het daar heel koud is. Dus dan kan ik zo mijn werkshirt er gewoon overheen doen. Ja, morgen ga ik lekker de hele dag varen. Ook echt super veel zin in. Donderdag moet ik wel werken. En ik had wel gevraagd om hier te werken, dus dat weet ik niet precies. Maar ik hoop ook wel dat ik gewoon wat leuke dingetjes kan filmen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Gisteren nog lekker Mackie gegeten, heel laat. Echt heel slecht. Maar voor de mensen die het willen weten, het gaat best goed met mijn Mac-verslaving. Want zoveel McDonald's eet ik ook weer niet. Dus dat is beter. In ieder geval, het wordt vandaag echt super lekker weer. En we gaan vandaag varen. Ik ga samen varen met mijn vriend. Voor de mensen die het willen weten. Ik weet dat er onder de Portugal video's echt best wel veel commentaar was. En ik ga ook nog wel een keer uitgebreid uitleggen hoe we elkaar kennen en allemaal dat soort dingen. Maar dat was inderdaad mijn vriend. En we gaan vandaag samen lekker varen. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ik zal jullie lekker meenemen. Ik heb een bikini heb ik alvast aan. Ik weet alleen nog niet zo goed welke ik aan wil. Dus ik ga nu eventjes kijken. Ik hoop dat je me een beetje kan zien. Maar wij zitten lekker op de boot. Ja? Oh, ik moet even een vlieg uit iemand ogen. Nu door dat water. Scrap je wat wild hier? Ja, heel goed. Oké, wij hebben lekker de hele dag zijn wij bezig. Eten. Baren. We gaan nu eten. En we gaan nu eten. Pizza. Zin in. Oké, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is nog morgen. Het is nog 10 minuten. Het is vandaag vrijdag. En we zijn nu in Noordwijk bij Sas. Hey. Bart, geef me niet. Ik hoop dat deze vlog eerder later komt dan de andere. Ik moet alles nog bewerken. Ja, dan moet je dat even. En wij gaan vandaag naar Amsterdam toe. We wilden eerst naar het strand. Het weer is toch niet helemaal zoals we hadden gepland. Dus de plannen zijn een beetje veranderd. Maar we gaan dus nu naar Amsterdam. Eerste ronde. Lekker cappuccino, water, cola. En wachten op Ijf. Open. Ronde 2. Lekker. Ronde 3. Oh, ik vind het heel lekker. Lekker? Doe even een review. Ronde 4? Ja, lekker met die afgekloofde garnalen. Oh. Maar wel ronde 2 van het Ormstar. Leuk. Ja, net de vlog, hè? Je kunt er... Met mijn paard. Nou, ja, proost. Oh. Maar ronde 8.
Proost! Oh, ik wou zeggen, liever een water, liever een kaas. Ronde 10. Proost! Ja, dit was ronde 11. Vergeten. We zitten al 5 uur, hè? We zijn al 5 uur aan het eten. Je hebt de nieuwe niet gefilmd. Oké, het is inmiddels echt al 9 uur of zo. We hebben hele op het terras gezeten. We zijn nu gewoon lekker bij Eef thuis, die woont in Amsterdam. En we hebben nu gewoon snacks gehaald en drinken. Kijk de meiden zitten. En we gaan nu lekker gewoon even een drankje doen. Morgenochtend om 6 uur werken. Zin in. Oké, het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag nog niks gefilmd. Waarom lach je? Gisteren was ik natuurlijk in Amsterdam en volgens mij had ik het laatst gefilmd dat ik bij Eif was. Want we hadden de hele dag op het terras gezeten en daarna gingen we bij Eif zitten. Alleen ik moest dus vanochtend om 6 uur werken. Dus ik was om 12 uur ongeveer thuis. Ik ging pas om 1 uur slapen. En toen was ik echt heel erg moe. Dus ik heb vanmiddag heel even kunnen slapen. En ik ben nu onderweg. Ik word gebracht. En ik heb afgesproken met Lieke en met Eva en met Imme. En dan gaan we gezellig even een drankje doen. In Lieke haar nieuwe huis. Gezellig. Dus daar heb ik heel veel zin in. En wat ik aan heb is een nieuwe truitje van Naked. En een nieuwe jasje ook van Naked. En daaronder een broek van de Stradivarius. Dus ja, ik heb er nu ook heel lang niet gezien. Dus heel veel zin in. Die hand zo. Leuk! Ja. Ja. Nodig! Jullie vroegen mij van ja, wat heb je nodig? Ik, ja. Nou, ik heb er 3 afleveringen van Love Island UK gekeken. Ik ben er echt helemaal verslaafd. Mijn favoriete seizoen is nog steeds met Molly Mae en Tommy. Maar ik vind dit seizoen ook heel erg leuk. En ik heb net een pakketje gekregen van Chiquelle. Ik dacht dat hij niet nu zou komen. Dus die ga ik eventjes openmaken. Oké, ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Met de code JANETTE20 krijg je 20% korting op Chiquelle. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ik zal even aanbeelden plaatsen. Het is al een tijdje geleden dat ik een samenwerking heb gehad. Omdat ik gewoon simpelweg bijna geen video's heb geplaatst. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, de stof voelt echt heel erg fijn aan. Het is dus een soort lange pantalonbroek in een beige kleur. En aan de zijkant heeft hij dus een witte streep. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dit wil combineren. Ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. En ja, het zit gewoon lekker. Ik hoop niet dat het te lang is. En hij is gewoon lekker van elastiek. Oké, ik heb nu de broek aan. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Hij schijnt in ieder geval niet door. En hij zit echt heel lekker. Ja, hij is best wel lang. En ik vind het een beetje op een pyjama broek lijken. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan vind. Dan nog een heel leuk gekleurd topje. Dat is namelijk deze. Hij ziet er heel klein uit. Maar dit is gewoon een maatje M. Dus dit moet gewoon helemaal passen. Ik vind de kleurtjes echt heel erg leuk met roze en paars. En ik denk dat dit topje echt super mooi gaat staan. Bijvoorbeeld gewoon op een spijkerbroek of ergens anders. Dat maakt niet heel veel uit. Dit is het topje. Ik ben echt helemaal verliefd. Ik vind hem echt mega leuk. Ik heb nu gewoon een huidskleurige BH eronder gedaan. En ik vind het gewoon ook heel leuk al boven deze spijkerbroek staan. Dus dit is zeker een nieuwe favoriet. Echt heel erg mooi. Ik vind altijd mijn beige heel lastig. Want ik zoek dus eigenlijk een broekje wat past bij mijn beige blazer. Maar ik denk dat deze net een andere kleur is. Maar ik vond deze er wel heel erg leuk uitzien. Het is namelijk een kort beige broekje. Ik denk wel misschien dat het een klein beetje doorschijnt. Ik heb hem in een maatje M. En deze kan je ook weer combineren. Gewoon met een leuke blazer of gewoon een topje. Het is wel meer echt een zomerbroekje. Oké, dit is de short. En ik wilde hem dus eigenlijk met deze blazer dragen. Maar dit staat niet zo mooi bij elkaar. Omdat er net een kleurverschil is. Maar eigenlijk vind ik hem wel heel erg leuk. Maar ik zou hem dus wel anders combineren. En dan heb ik nog een heel leuk jurkje. Hier was ik heel benieuwd naar. Oké, het is namelijk een zwart strak jurkje. En je moet dit dan zo strikken. Maar ik vond het gewoon echt heel mooi eruit zien. Dus ik hoop dat het bij mij er ook mooi uitziet. Ik heb nu het jurkje aan. Ik moet nog even kijken hoe het precies zit. Want ik heb er nu geen BH onder. Maar op de foto staat zo. Ik zou er dan geen ketting onder doen. Maar het jurkje sluit echt mega mooi aan. Ik vind hem ook echt heel erg mooi.
Dus dit is zeker een nieuw favoriet jurkje. Dus ik ga nu de items aandoen en daarna moet ik me omkleden voor werk. Oké, het is zondag. Gisteren was ik dus bij Lieke met Eva en Imma en het was echt super gezellig. Ik heb een drankje gedaan, maar ik was nog zo moe. Ik moest gisteren natuurlijk om 6 uur werken en ik had eergisteren gewoon te veel gedronken in Amsterdam. En het was gewoon echt, ik was helemaal kapot. Dus ik ben blij dat ik nu lekker heb uitgeslapen. En ik ga vandaag gewoon lekker rustig aan. Ik moet wel straks om 4 uur werken, maar dat maakt op zich niet hoeveel uit. En we hebben lekker croissantjes gemaakt. En zo. Die ga ik zo even in de oven doen en dan moet ze even 12 minuutjes in de oven. En ik ga straks ook heel eventjes wat vlogs bewerken, want dat moet ik ook echt doen. En ik hoop dat deze video ook een beetje lang is geworden, want ik had elke keer wel een beetje van, oh ja, ik moet mijn camera pakken. Het is vandaag dus maandag en het is nu 11 uur. En ik ben onderweg om mijn nagels te laten doen. Ik had, ik ga ongeveer 1 keer in de 3-4 weken voor mijn nagels. En het was nu weer tijd. Het zit er eigenlijk nog super goed op. De kleur is wel een beetje verkleurd, omdat ik heel veel op vakantie ben geweest. Ik ben ook heel benieuwd of je... of jullie de vakantievideo's leuk vonden. Ze zijn wel iets minder goed bekeken dan ik had verwacht. Wat ik heel erg jammer vind. Maar ja, dat is niet... het is niet anders. In ieder geval... ik ben dus nu onderweg om mijn nagels te gaan doen. Ik weet nog niet welke kleur ik wil. Ik bepaal dat eigenlijk altijd even daar. Want ik heb nu wit en roze gehad. En dat is eigenlijk altijd wat ik in de vakantie neem. Maar misschien neem ik nu ook weer gewoon roze. Maar ik moet gewoon eventjes kijken. En ik heb dus ook wimper extensions. Maar die zit er nu wel weer een beetje op. Dus ja, ik ga gewoon weer allemaal leuke dingetjes voor jullie filmen. En dan hoop ik dat het een leuke week wordt. Dit wordt terug in de auto. Was echt super gezellig. En mijn nagel zit erop. Ik heb een beetje een roze paars kleurtje. Ik had dus in mijn story gevraagd of mensen wilden stemmen. En dit was wat er het meest uitkwam. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Heel erg blij mee. Het is ook mooi omdat mijn handen nu nog een beetje bruin zijn. Ik ga nu weer onderweg naar my boyfriend. En dan, ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. En vanavond ga ik uit eten, dus dat is wel heel chill. Het is inmiddels maandagavond. Oh, ik moet eerst even hier uitrijden voordat ik eens tegen deze auto aanga. Het was maandagavond en ik heb me net helemaal klaargemaakt. Ik heb eindelijk weer even make-up gedaan. Mijn haar is al echt heel dood. Ik moet echt een afspraak maken bij de kapper, maar het is zo snel gegroeid opeens. Die punten zitten er opeens helemaal aan. Mijn haar is sowieso niet heel gezond, maar het is nu wel echt heel snel gegaan. En ik ga nu lekker uit eten met Floor en Vos. Echt super veel zin in. Het was echt een drama, want we hadden dus eerst iets in ons hoofd. Toen wilden we gisteren reserveren, dachten we, oh shit, het is niet open. Toen wilden we wat anders reserveren, wilden we naar het Loetje, was dat dicht. En toen had ik dus voor La Cubanita gereserveerd. Toen had ik dus mijn reservering niet bevestigd. Dus dat was allemaal een beetje gedoe, omdat ik gewoon met mijn hoofd er niet helemaal bij was. Maar gelukkig is het nu gelukt. Dus nu gaan we alsnog bij La Cubanita eten. Maar dan in Voorburg. Dus dat is ook prima. En ik ga ze nu even ophalen van het station. Want zij wonen in Leiden allebei. En dan ga ik ze even ophalen. En dan gaan we er samen naartoe. Heel veel zin in. Ik heb ook echt heel veel trek. Heel veel trek. Mag ik eerst? Oké, dat is chill. Ja, ik ga ze nu lekker ophalen. Ik heb wel weer een kort broekje aan. Ik hoop niet dat het te koud is. Maar ja, we zitten toch binnen. Dus ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. En ik heb er echt heel veel zin in. Want we hebben elkaar best wel lang niet gezien. Hallo. Hallo. Ja. Wij zijn lekker uit eten. Aan het schmikkelen. Nou, nu nog niet. Schmikkelen. Oeh, wat een licht. Zal ik jullie filmen? Ik wou dat ik jullie kon zien. En dan moet je van maken. Wat gaan ze bestellen? Eerste ronde. Lekker. Oh, dat is wat afgekloven. Gewoon, het was daar glad door de mand of zo. Het is vreemd van uit. Nou, fijn wel. Lekker. Yes. Wat? Vandaag een dagje naar Rotterdam met de fam. Heel veel zin in. Ik ben benieuwd. We gaan naar een restaurant lunchen en we gaan de watertaxi. Dus ik ben benieuwd. En we zijn er nu. Niet in Rotterdam, maar bij mijn moeder. Dat vind ik ook. Eet smakelijk! Ik moet straks mijn foto doen. Wij gaan met de watertaxi.
Heel leuk. Oké, we hebben net gegeten bij Hotel New York in Rotterdam. En we gaan nu met de watertaxi naar de SS Rotterdam. We zijn weer aan het vloggen, man. Ik heb het helemaal opgepakt. Oké, we zijn bij de SS in Rotterdam geweest, die boot. We zijn nu in de Kunsthal in Rotterdam. Er zijn volgens mij vier of vijf verschillende tentoonstellingen met verschillende ruimtes. En we zitten nu bij, hoe heette deze ruimte nou? Dit was ruimte 1. Eeuwige jeugd. Het is vandaag maandag. Ik was zaterdag volgens mij de vlog begonnen. En in de avond had ik niet meer gefilmd omdat ik toen ziek was. En gisteren moest ik de hele dag werken. Dus ik dacht ik ga vandaag gewoon weer filmen. En ik ga er ook geen druk achter zetten. Ik ga gewoon filmen wanneer ik er zin in heb. Dus ik heb vandaag ook alweer gewerkt. Ik moet in de vakantie altijd best wel veel werken. Ik heb even al mijn spullen opgeruimd. En ik heb een pakketje van Naked, dus daar ga ik een aparte video van maken. Heel veel zin in. En ik dacht, dat doe ik dan lekker nu. Ik heb me net opgemaakt. En ik ga vanavond met Eva spreken. Echt super lang niet gezien. Dus daar heb ik heel veel zin in. We gaan volgens mij gewoon lekker samen koken. En dan zien we het wel. Ik heb ook een nieuw bandje aan mijn camera. Ik weet niet of je dat kan zien. Deze met van die leuke dingetjes eraan. En ik moet ook nog mijn vorige video bewerken. Dus veel om te doen. Oké, ik ga nu die video opnemen. Ik heb me even omgekleed. Ik heb nu een nieuwe blazer aan van de Zara. Maar ik weet gewoon niet hoe ik wil filmen. Het zit net allemaal tegen of zo. Dus ik ga even kijken en dan ga ik even die video filmen. En dan ga ik daarna ga ik naar Eve toe. De shoplog is gefilmd. Ik heb nu een shirtje aan. Ik heb echt hele leuke items. Ik ben helemaal verbaasd. Ze liggen hier zo. Dus ga zeker de video kijken als je nog niet hebt gekeken. En ik ga me nu even klaarmaken en dan ga ik richting Eve. Oké, ik ben met Eve en we zijn bij de... Ja, misschien heb ik één keer minuut. Ja, je mag. Ik ga niet ze allemaal opeten. En we zijn bij de McDonald's. We hebben... Say something new. Nee, ja. Nou. Een veggie McCroket. Nou, wat goed. Een normale McCroket zonder saus natuurlijk. Voor mij. Voor Janette. 9 kilometers voor Janette. Ja, maar nu lijk ik heel dik. Als ik nee, jij lijkt niet dik. Zo. Ik ga nog even hier. Het is de volgende dag. Het is namelijk dinsdag. En ik was gisteravond met Eve. Toen hebben we lekker McDonald's gegeten. Het was echt super gezellig. En ja. Vandaag ga ik iets doen. Wat ik nog helemaal niet in de vlogs heb laten weten. Ik ga eerst even iets van mijn camera verwijderen. En dan ga ik het vertellen. Wat ik namelijk vandaag ga doen. Ik ga mijn spullen verhuizen. Oh, ik zie echt dat ik hier echt een hele grote bruine vlek heb. Ik woon natuurlijk nu sinds een maand woonde ik met vriendinnen. En ik ga dus nu weer verhuizen en ik ga terug naar huis. Ja, ik denk dat ik nog een aparte video ga maken over deze situatie. Want ik wil er nu ook niet te veel over vertellen. Ik heb het er gisteren ook nog even goed met Eve over gehad. En ja, ik vind het gewoon heel lastig. Maar het is wel gewoon de beste keuze. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik er nu even overtjes wil vertellen. Ik heb gewoon heel snel last van heimwee. En ja, ik voelde me gewoon niet echt op mijn plek. En dat is gewoon heel erg lastig. Dus ik ga vandaag mijn spullen verhuizen. Ik heb al een deel gedaan. Want ik ben er eigenlijk ook al 2 maanden bijna niet meer geweest. De laatste maand helemaal niet meer. Dus ik ga vandaag ik heb mijn kleding al gedaan, maar mijn bed en zo moet er allemaal weer uit. Dus ik ga vandaag even met mijn vader kijken wat we vandaag kunnen verhuizen. En dan gaan we dat doen. Dus ja, ik heb me net omgekleed en ik heb bijna afgesproken met mijn vader. En ik ga vandaag ook mijn nagels laten doen. Ik had deze super mooie kleur, maar ik ga misschien iets van nail art doen als ze daar tijd voor heeft. Dus dat. Oké, ik ben nu in mijn kamer. Dit is dus allemaal leeg. Dit moet dus nog mee. Dit moet ook nog allemaal mee. Mijn bed moet ook nog mee. Dus er zijn nog wel wat dingen wat mee moeten. Ik weet even niet meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar ik heb mijn nagels laten doen. Ik ben er echt mega blij mee. Ik heb dus een beetje een nail art.
wat nu helemaal in is. Met van die mooie streepjes met roze. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ja, en ik ben nu weer thuis. En ik ga lekker op de bank en ik ga een serie kijken. En dan vanavond moet ik werken. Ik moet wel nog iets van eten halen. En er zou dus een pakketje bezorgd worden. Alleen ik was dus niet thuis. Dus ja, ik ga nu even lekker wat eten pakken. En dan ga ik op de bank chillen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga vandaag gezellig met Denise afspreken. En we gaan naar de mall in Leidschendam. En de Westfield Mall. Ik woon daar echt 5 minuutjes vandaan. Dus ik ben er wel vaker geweest. Ik ga proberen niet te veel te kopen. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk om er weer een dagje naartoe te gaan. Ik heb ook een pakketje gekregen van Lovies. Maar ik moet nog even kijken wanneer ik die ga openmaken. Want ik wil ook niet dat het echt een pakketjesvideo wordt. En ik heb dus van de Naked Shop Blog heb ik de lip dinges opgedaan. Dus als je wil weten welke het is, moet je even de video kijken van Naked. Dus ik ga nu even de Nise ophalen en dan gaan we naar de mall. Yeah. Nou, we hebben echt geen ene scheid nog gekocht, maar het is wel leuk. We zijn het hier geweest. Daar heb je van die sportleggingen met dat je je billen heel goed ziet. Wat? Tip van ons. Oké, ik heb Denise thuis afgezet. Het was echt super gezellig. En we waren even in de mall geweest. En daarna nog ook even in de stad. Ik zit nu weer in de auto. En ik ga dus richting mijn oude huis. Want ik ga met mijn moeder wat spullen verhuizen. Dus mijn moeder rijdt nu achter me aan. Want haar auto is wat groter om wat spullen in te doen. En dan kijken we even hoe het gaat lukken. Oké, we hebben wat spullen verhuisd. Oké, ik ga even laten zien. Ik ben nu bij mijn moeder thuis. En ik heb dit verhuisd. Schilderijen, dit. En dit ga ik nu een beetje in mijn kamer zetten. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik ga zo meteen mijn wimpers laten doen. Ze zijn nu best uitgevallen omdat ik vanochtend onder de douche ook even een beetje die losse eruit heb gehaald. Geen idee of dat de bedoeling is. Maar ik ga straks weer mijn wimpertjes lekker doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik had ook nog een pakketje van Lovies gekregen. Dus die ga ik eventjes voor jullie openmaken. Want ik dacht dat is wel leuk. Ik heb via Instagram een samenwerking met Lovies. Dus als je wil zien hoe de items staan, moet je even op Instagram kijken. Maar ik mocht er wat leuke dingen uitzoeken. Ik heb dit rokje. Echt heel erg leuk. Zit ook heel erg lekker in. Want het rokje is voor de zekerheid in de maat M. Omdat sommige een beetje strak zitten. En deze is 30 euro. En heel veel dingen komen heel snel weer in de sale. Dus dan daar zit dit rokje ook bij, had ik gezien. Dus dat is die. Nou, ik verslikte hem even. Maar ik heb een heel leuk topje. En die kan je dan zo strikken aan de voorkant. En dan zo schuin. Maatje S. En die was 17 euro. Dan heb ik echt nog een mega leuk jurkje. Dit jurkje. En wat ik dus heel erg mooi vind, is dat die dan aan de onderkant dit heeft. Dat vind ik er gewoon heel mooi uitzien. Ben ik wit, zeg. Ik moet echt naar de zonnebank. Dus dat is dit hele leuke jurk. Dan heb ik dat zwarte topje ook nog in het lila. Want ik vond hem echt heel erg leuk. Dus die is ook weer zo van de achterkant. En dan kan je hem voor zo strikken. Die heb ik ook in een maatje S. En die is 17 euro. En dan als laatste heb ik nog echt een super leuk rokje. Dat is deze. En die heeft ook weer dat effect aan de onderkant wat ik heel erg leuk vind. En deze is 36 euro. Maar die was ook in de sale volgens mij. Ik heb net weer mijn wimpers gedaan. Echt zo mooi. Het verschil is echt zo bizar. Dus ik ben weer helemaal blij. En ik ga nu onderweg naar mijn moeder. Ik ga met mijn moeder en mijn broertje gezegd naar Den Haag. Gaan we lunchen en we gaan een soort escape room of zo doen. Ik heb geen idee. Ik ga nog even uitleggen. Dus ik ben nu onderweg. Het is best wel warm. Dat had ik niet verwacht. Dus ik heb een beetje een hete outfit aan. Maar ik kan dit wel nog los doen. En ja, ik ben weer helemaal blij met mijn mooie wimpers. Het is vandaag donderdag. En vanochtend ging ik zwemmen. Was echt heel chill. Had ik echt heel lang niet gedaan. Gewoon bij het zwembad. Ik heb hem nu helemaal klaargemaakt. En ik ga nu lekker met Floor en Vos uit eten. Zij gaan binnenkort naar Curaçao. Dus ik ben heel blij dat we nog even iets leuks kunnen doen. Ik sta eigenlijk op het punt om weg te gaan. Dus ja, het is eigenlijk net te koud om geen jas aan te doen. Maar ik wil, ik heb dit aan. Dan vind ik het vervelend om er iets overheen te doen. Dus ik laat het nu maar gewoon. En dan zie ik het wel. Wel heel veel zin in het eten. Ja, een soort van een beetje aan het vloggen. Hi. Zin in. Filmen. Lekker. Het is even vertraagd. Lekker. Laatste ronde. Goedemorgen. Het is vandaag, welke dag zou het zijn?
zaterdag. Ik heb mijn wenkbrauw in de verf zitten, dus het ziet er echt niet uit. Moet even gebeuren. Ik ben weer bij mijn vader thuis. Vanaf nu ga ik dus gewoon weer bij mijn ouders echt gewoon fulltime slapen. Eerst sliep ik best wel veel bij mijn vriend. Maar dat gaat nu minder omdat ik maandag weer ga beginnen met school. Dus al mijn kleding en spullen. Nou, mijn spullen staan in mijn moeders huis, maar mijn kleding staat dus hier. En oh my god, niet schrikken, maar het is zoveel. Dus in deze koffer, in deze zakken, overal zit kleding in. En eigenlijk is mijn kleding al gewoon helemaal vol. Dus ik ga dat vandaag allemaal opruimen. Proberen of het lukt vandaag in één keer. Dus ik ga nu met mijn vader naar de IKEA. Ga ik mijn kledingrek nog erbij kopen, want het gaat gewoon niet passen. Die wil ik dan hier bij mijn bed neerzetten. Dus dat ga ik doen. Dan ga ik mijn hele kamer opruimen. Vanavond ga ik met Eve. En ik ga nog langs mijn kamer. Want daar hangt nog een lamp. En er staat nog één kastje. Ga ik stofzuigen en dan is mijn kamer helemaal klaar. Ga ik, als C er is, ga ik gelijk ook mijn sleutel inleveren. Dan heb ik gewoon alles gedaan. Afgelopen dagen was mijn vader weer ziek. Dus toen hebben we het niet kunnen doen. Ik voel mezelf ook niet topfit. Maar ja, ik hoop gewoon als ik dit allemaal heb gedaan, dat het ook gewoon een beetje rust gaat geven. Want ik heb echt best wel veel paniek in mijn hoofd. Ik hoop gewoon dat dat dan gaat helpen. En ik heb dus ook astma. En ik heb echt de laatste weken zoveel last ervan. Dus echt niet normaal. Dus ik ga nu... ik heb overigens wel een coronatest gedaan en geen corona. Dus voor de mensen die dat denken. Ik ga nu mijn wenkbrauwer afhalen. En dan ga ik met mijn vader naar IKEA. Wij zijn terug van de IKEA. We hebben hier een kledingrek. Niet degene die ik wilde, maar ik ga hem nu toch maar even in elkaar zetten. De rest was niet op voorraad. Ik heb ook al mijn spulletjes uit mijn kamer gehaald. Ik heb dat helaas niet gefilmd. Ik had even druk. Maar ik ga in ieder geval nu even dat rek in elkaar zetten. Nou, 5 minuten later en hij staat. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben echt de hele dag bezig geweest met opruimen. Ik zie er ook echt niet meer uit. Ik heb echt zoveel opgeruimd. Ik heb net ook de vuilniszakken weggegooid met afval. Het kledingrek staat. Ik ben er echt super blij mee. Want er kan gewoon weer heel veel aan. En dit waren de hangers van mijn kamer. Dus die kon ik dan ook gelijk mooi gebruiken. Dus nu heb ik toch weer iets van 50 dingen weg kunnen doen. Op kunnen hangen bedoel ik. Daaronder konden dan mijn schoenen. Dus dat is heel fijn. En ik heb mijn kast dus helemaal opgeruimd. Ik kan er alleen nu niks meer in vinden. Want ik kan alleen de voorste rijen gebruiken. Want hierachter liggen 3 rijen. Hier 3 en hier 3. Maar dit is allemaal zomerkleding. Dus dat ga ik nu gewoon laten. Want ik ga het misschien toch niet meer aandoen. Alleen de voorste dingen wil ik er misschien nog bij pakken. Dus daarom heb ik dat voor aangelegd. Daarachter is allemaal zomerkleding. Dan heb ik 2 rijen broeken. Hier, hier, hier en hier. En daarachter dan ook. Je moet gewoon echt broeken gaan weggooien. Ik heb dan hieronder, als die scherp stelt, nog meer kleding. Maar ook kleding met korte mouwen. Want dat vind ik dan niet zo mooi om aan het rek te hangen. En dan daaronder heb ik BH's, topjes en string en ondergoed. Dus dat is dit. En dan heb ik hier nog het andere rek. Dus ja, ik moet wel echt nog heel veel gaan weggooien. Ik heb wel dozen gemaakt. Want dit kan natuurlijk echt niet. Maar het is wel lekker opgeruimd. Mijn bed moet nog even opruimen. Dan heb ik dat opgeruimd. Dit moet nog. En mijn bureau heb ik een soort van opgeruimd. Het is beter dan hoe het was.